Het feestjaar van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije komt bijna tot zijn eind. Dit was aanleiding voor de gemeente Barendrecht om met een symposium hierbij stil te staan. De gemeente Barendrecht is een symposium gehouden over het belang van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije. Ali Kilic, gemeenteraadslid in Barendrecht en initiatiefnemer van dit symposium, vindt dat de vriendschappelijke relaties tussen de twee landen van grote waarde is en voortgezet moet worden. Het lijkt een beetje laat, hè? Einde van het jaar zou je denken, maar we wilden toch het moment niet aan ons voorbij laten gaan. En hebben toch aangegrepen om een bijeenkomst, een symposium te houden en om ondernemers, kunst, cultuur, politiek bijeen te brengen. En daar toch bij stil te staan, met name ook een blik werpen op het verleden, stilstaan bij het momentum en vooruitblikken. Maar hoe belangrijk is dit voor een gemeente als Barendrecht? Ik denk dat het niet om de grootte van een gemeente gaat. Ik vind dat elke gemeente, ondanks de populatie, aandacht zou moeten hebben aan belangrijke onderwerpen. In die zin denk ik dat je veel van elkaar kunt leren, veel van elkaar mag leren. En ik denk dat we vooral elkaar de hand moeten blijven toereiken om te kijken van daar waar we elkaar kunnen helpen, dat we het ook moeten doen. En dat is voor dus geld voor Turkije, maar ook voor Nederland. Gemeente Barendrecht heeft ondanks het laag bewoneraantal van Turks komaf veel baat bij ondernemen met Turkije. De burgemeester van Barendrecht ziet kansen voor de twee landen. We zijn een echte handelsgemeente, veel economische dynamiek. We hebben 2000 bedrijven, waarvan heel veel gericht op de agrobusiness, dus handel in groente en fruit. En we proberen nu om zeg maar, die sector in verbinding te brengen met Turkse ondernemers. Kijken of we daar ook een handelsrelatie mee kunnen ontwikkelen. En als die er is, of we die kunnen versterken. Dus we zien kansen. 80 miljoen inwoners met ook een koopkrachtige top zien wij zeker mogelijkheden om bijvoorbeeld niche-producten in Turkije af te zetten. En wat zijn niche-producten voor leken? Dat zijn bijzondere producten, bijvoorbeeld snacktomaatjes. En zijn er producten die we zonder Turkije niet hadden gehad in onze schappen? Maar dat is dan niet eetbaar, of schoon ook bloemen gegeten worden. Maar de tulp is uit Turkije naar Nederland gekomen in 1593. En in Nederland is men daarmee gaan veredelen. En dat heeft geleid in Nederland, zoals u wellicht weet, tot de tulpenmanie. En zijn er ook exotische vruchten of groenten die we anders niet hadden gekend? Ja, de paprika. Die is vanuit Turkije in Hongarije terechtgekomen. Daar is die de paprika genoemd. En paprika is in Nederland het tweede product in omzet als het om groenten gaat. Dus ook dat hebben we aan Turkije te danken. Hoe is de handel op dit moment in verse groenten en fruit tussen beide landen? Die is beperkt op eigenlijk hele kleine schaal. Als je dat afzet tegen de enorme productie in Turkije, wordt er maar 6% geëxporteerd naar Nederland toe. En omgekeerd vindt er ook nauwelijks export van Nederland naar Turkije plaats. En dat heeft vooral te maken met de invoerheffingen op Nederlandse producten die naar Turkije gaan. Omdat Turkije niet in de EU zit? Omdat Turkije inderdaad niet in de EU zit, dat klopt. Een van de sprekers was Turks consul-generaal Toan Oral, die de burgemeester een presentje overhandigde als dank voor de uitnodiging. Handel is goed voor het bruto nationaal product. Dus hoe meer internationale handel, hoe meer welvaart er in ons land kan komen. Maar ik denk wederzijds, hoe meer welvaart er ook in Turkije kan komen. Dus we hebben, het is een wederzijds belang. De VVD ik vind het eigenlijk niet nodig dat we nog verder moeten gaan met EU-toetreding. Wat vindt u hiervan? We moeten breder kijken en ons niet alleen maar focussen op een lidmaatschap. Ik denk dat de context veel breder te zien is. Maar ook als niet-lidstaat, momenteel, denk ik dat wij een belangrijke partner zijn voor Turkije en vanuit Nederland, maar andersom ook. De bezoekers van dit symposium konden een fototentoonstelling bezichtigen waarop succesvolle kinderen van Turkse gastarbeiders te zien zijn. Een foto van Ali Kilic maakt deel uit van deze tentoonstelling.
Deze rolmodellen dragen het succes van de vriendschappelijke en handelsbetrekkingen uit. Het begon 50 jaar geleden. We hebben het over een onderwerp als migratie. Dat is dit jaar niet een onderwerp ter discussie, maar het komt wel binnenkort. En daar zie je het belang al voor Nederland. In der tijd, 50 jaar geleden, was er grote behoefte aan personeel wat niet vanuit de eigen bevolking te vinden was. En toen werd een beroep gedaan op werknemers uit het buitenland. En niet alleen Turkije, maar ook Spanje, Italië en andere landen hebben hun mensen naar Nederland afgezonden. En zo zijn er volgens mij veel meer thema's. Het gaat mij vooral om de spin-off. Hè. Wij organiseren hier iets, wij dragen, proberen bij te dragen aan een moment en hopen dat het leidt tot een spin-off in culturele, economische zin en dat er veel samenwerking mag ontstaan en de bestaande samenwerking wordt gestroomlijnd. Samen